Burgemeester Abu Taleb, vanochtend is bekend geworden dat uw Amsterdamse collega Eberhard van der Laan is overleden. Verdrietig nieuws, veel verdrietige reacties vanuit de hoofdstad Amsterdam. Maar ook u als Rotterdamse burgemeester raakt dat heel erg. Nou, ik ben gebeld door de lokale burgemeester vroeg vanochtend voordat het nieuws wereldkundig werd gemaakt. Ja, dan sta je naast je bed je tranen af te pinken. Ik heb zeer intensief met Eberhard van der Laan samengewerkt de afgelopen jaren. We waren enorm op elkaar betrokken. Twee burgemeesters van twee grote steden. Van wie niet alleen wordt verwacht dat ze burgemeester zijn van hun stad. Maar dat ze ook een bijdrage leveren aan denken in Nederland op tal van gebieden. En hij was er zo een. De uitvinder van de verantwoordelijke hoofdstad. Vanuit Amsterdam meedenken over krimpgebieden in Noordoost-Groningen. Zo was Eberhard een aimabel mens bovendien. Zeer bekwaam, kundig bestuurder. Dus het is niet alleen een verlies voor Amsterdam, het is een verlies voor heel Nederland. En voor mij persoonlijk, beide sociaaldemocraten, ik verlies ook gewoon ook een geestverwant en ook een maatje. U noemt hem ook een hele lieve burgemeester. Dat zijn bijzondere termen voor een bestuurder. Ja, Eberhard van der Laan was ook iemand die bijvoorbeeld in een schorsing van een vergadering, helaas moest hij in zijn aanwezigheid vaak schorsen voor zijn sigaret, ik zeg het maar even. Maar dan kwam hij bij je staan en dan legde hij je soms ook gewoon een arm op de schouder. Hij was ook fysiek niet vies van iemand aanraken. Legde hij je een hand op de schouder en als het soms ook heel erg intiem is wat hij wil zeggen, dan trekt hij je nog even apart en dan zegt hij erover. Typisch een aanraakbare burgemeester. Dus dat is niet iemand die een hele afstandelijke achterovergevallen bestuurder in een ivoren toren. Nou, al die clichés die je over bestuurders soms kunt verzinnen. Geen van hen van toepassing op deze zeer nabije man. Jullie beiden, Eberhard van der Laan en u, draaien al een hele tijd mee in de Nederlandse politiek, in de bestuurderswereld, in de Partij van de Arbeid. Kunt u zich nog de eerste ontmoeting met Eberhard herinneren? Nou, de eerste ontmoeting was in Amsterdam toen ik daar nog zelf wethouder was. Want hij had er een hele geschiedenis als fractievoorzitter, als assistent van Scheffer, oud-wethouder in Amsterdam. En de eerste keer dat ik hoorde van zijn komst naar Den Haag was toen Wouter Bos op een gegeven moment mij meldde. De eerste keer dat ik van zijn komst naar Den Haag hoorde als minister was toen Wouter Bos mij meldde dat hij Ellen Vogelaar zou gaan opvolgen. En ik heb toen in die periode nog even kort met hem gesproken omdat ik vrij snel daarna burgemeester werd. Maar zeer intensief hebben we de afgelopen jaren met elkaar opgetrokken op twee dossiers. Dat is de reorganisatie van de nationale politie. Wij zijn allebei regio-burgemeesters. Hij jurist met zijn pen soms teksten schrijvend voor even opstelten over hoe wij graag zouden willen dat de regering zich verhoudt tot burgemeesters op veiligheidsgebied. Daar heeft hij een enorme rol gespeeld met zijn eigen pen in zijn eigen hand. En toen de asielcrisis in Nederland op zijn top was, twee grote steden die natuurlijk ook gevraagd werden door de regering een bijdrage te leveren, dat we daar zeer op elkaar betrokken waren, veel met elkaar overlegd hebben wat nou verstandig was om te doen. Dus zeer recent, twee grote dossiers, de reorganisatie van de politie en het asieldossier. Hij wordt geroemd dat hij contact kon maken en mensen opzocht, maar dat hij ook hard kon optreden. Ja. Zijn dat typeringen die u inspireren? Ja, we zijn eigenlijk in dat opzicht redelijk spiegelbeelden van elkaar. Je ontkomt er niet aan in zo'n grote stad als Amsterdam om soms heel hard te moeten optreden. Hij had die top 600 criminelen waar hij mee bezig was. Hij had natuurlijk een hele romruchte zedenzaak waar hij ook moest optreden. Daar kwam het hard optreden naast het zacht optreden bij elkaar. Want je moet je ouders troosten en mee overweg kunnen. Het gevoel te geven dat de overheid van dichtbij bij hen betrokken is. Nou, hij kon feilloos schakelen tussen de sheriffrol van de burgemeester. Heel hard de lat hanteren als dat zou moeten. Ook richting bijvoorbeeld Ajax supporters. En tegelijkertijd die Amsterdammers die zijn oor nodig hadden of zijn arm nodig hadden. Had hij dat ook. En dat is denk ik typerend voor een modern burgemeesterschap van zo'n grote stad. Een paar weken geleden heeft hij publiekelijk afscheid genomen als burgemeester, omdat hij toen al te ziek was. Toen heeft hij een brief geschreven aan Amsterdammers en gezegd: het is een voorrecht om burgemeester van Amsterdam te mogen zijn. En het gaat u goed met de stad en wees goed voor elkaar, vaarwel. Ja. Ja. Heeft u hem nog persoonlijk vaarwel kunnen zeggen? Ja. Ik heb een paar weken geleden een goed en een lang gesprek met hem gehad. Ik heb toen gezegd van sta je mee toe om nog even langs te komen. Dat heeft hij graag gedaan.
We hebben in Amsterdam zo'n anderhalf uur met elkaar zitten praten. En toch kwam hij niet echt los van zijn ambt van burgemeester. Maar ook de kwetsbare momenten in het leven kwamen langs. En daar hebben we gelukkig onder vier ogen met een kop koffie over kunnen praten. En toen hij afscheid nam, heb ik hem nog een persoonlijk berichtje gestuurd. Ja, dat was voor mij ook het moment om te markeren dat hij het waarschijnlijk niet zo lang meer zal duren. En dan is het toch altijd een schok als je zo aan het begin van de dag wordt gebeld door de lokale burgemeester met de mededeling: ik heb slecht nieuws voor je. En dan sta je haaks doodrecht op je bed en dan zoek je een zakdoek om je ogen bij te werken. U gaat hem missen? Ik ga hem missen. Ik verlies een maatje, een geestverwant. Maar Nederland gaat hem zeker missen en Amsterdam ook. Want Ewout van der Laan was niet alleen burgemeester van Amsterdam. Was ook echt iemand die heel erg betrokken was bij het welzijn van Nederland als geheel. Daarover nadacht, daar ook een bijdrage aan wilde leveren. En ik denk dat hij ook een beetje burgemeester was van heel Nederland.